Stijn Vreven, ik denk vandaag een onherkenbaar NAC als je over de afgelopen weken kijkt. Ja, zeker. Ik zal het nog sterker zeggen. Absoluut een non-wedstrijd van ons. Heel teleurstellend natuurlijk. Niet alleen voor de belangrijke punten. Je wilde zo graag de supporters iets geven wat ze graag wilden. En dat was een overwinning tegen Willem II. En als je dan zo'n prestatie levert, bijna iedereen ondermaats. Ja, dan komt dat heel hard aan. Nou, is traditioneel natuurlijk de derby altijd wel een hele slechte wedstrijd. Maar ik denk dat die keepersfout, dat heeft misschien heel veel met de wedstrijd gedaan. Ja, dat doet zeker iets met een team. Hè. Je bent nog niet begonnen en je staat al achter. Niet alleen die fout, maar ook de goals die wij vandaag tegenkrijgen. Kan gewoon niet op eredivisieniveau. Weer een stilstaande fase. We hamen er zo fel op. We trainen erop. Maar het gaat om intensiteit, passie van verdedigen en dan geven wij niet thuis. Ik denk dat Verschuren die had er vandaag al twee in mogen leggen. Maar goed, maar wij waren weer niet goed in de beide 16 meter gebieden. Hè. We geven goals weg en hebben nog een aantal kansen gehad waar ik van denk. Arno, maar ook Mitchell, die ballen moeten gewoon binnen. Hè. Dan mag je heel slecht spelen. Maar toch worden deze wedstrijd, als je het hebt over puntengewin, worden ook nog altijd bepaald door momentopname. En daar waren we ook zeer slecht in vandaag. Ja, want Sparta wordt nou eigenlijk wel een hele belangrijke wedstrijd. We krijgen nog drie heel belangrijke wedstrijden. Goed, ik heb het altijd gezegd, we zullen moeten blijven strijden tot op het einde voor lijfsbehoud. En dat is de realiteit nu. En gaat het dan ook niet tussen de oren zitten dat vooral tegen de onderste ploeg het misgaat? Nee, dat denk ik niet, want dat is zo'n iets gegeven. Ik bedoel, dan zullen we doen woensdag alsof Sparta eerste staat. Dat gaat nergens over. In het voetbal is dat niet grijpbaar. Waarom niet de ene keer wel een fantastische prestatie leveren en de andere keer wel. Maar goed, we zijn met z'n allen door de ondergrens gegaan vandaag. Ik op kop. En dat moet woensdag beter. Succes. Dank u wel.